prijzen jagen steeds meer automobilisten op kosten. Daarom wordt er nu massaal op LPG overgestapt. Alleen, je moet normaal gesproken wel extra betalen voor een gasinstallatie. Zo, 30 liter brandstof voor nog geen 2 tientjes. Maar ik betaal wel meer wegenbelasting. En mijn voordeel gaat pas gelden als ik veel kilometers maak. De wegenbelasting op benzineauto's is dus lager. Maar er zijn LPG-auto's die belastingvrij zijn en waar de gasinstallatie al is ingebouwd in de fabriek. Kassa dus. Of zien we iets over het hoofd? We nemen de proef op de som met deze 2 auto's die allebei in de fabriek al zijn voorzien van een gastank. De Mazda 2 B-Fuel en de Opel Corsa Ecoflex B-Fuel. De Mazda 2 B-Fuel kost €13.990 en dat is zelfs €250 goedkoper dan een normale benzineversie. En dat komt omdat Mazda heeft lopen goochelen met de nettoprijzen. Ja, en deze Opel Corsa B-Fuel kost €16.295 en is daarmee €500 duurder dan een gewone. Dus is de vraag, wanneer ga je hiermee verdienen? De Mazda 2 B-Fuel met gasinstallatie is niet alleen goedkoper dan zijn benzinebroertje. Dankzij zijn lage CO2-uitstoot is hij ook vrijgesteld van wegenbelasting tot januari 2014. Wij hebben uitgerekend dat je over een periode van 4 jaar bij 15.000 km per jaar €60 per maand uitspaart. Dat zijn 3 volle LPG-tanks. Deze B-Fuel is dus in veel gevallen interessanter dan een gewone Mazda 2. De winst bij de Corsa B-Fuel is minder groot. Hij valt niet snel goedkoper uit, omdat je voor deze Opel wel motorrijtuigenbelasting moet betalen. Al met al komt het omslagpunt bij deze Corsa op 15.000 km per jaar te liggen. Je moet dus meer dan dit gemiddelde rijden om geld te verdienen. Normaal gesproken lever je bij achteraf inbouw een heleboel bagageruimte in. Hoe hebben de autofabrikanten dit geregeld? Nou, bij deze Mazda ligt de gastank helemaal onderin de kofferbak. Er gaat dus nauwelijks bagageruimte verloren. En datzelfde geldt voor bij de Opel. Hier ligt de 42 liter tank ook onderin de kofferbak. Dus je houdt genoeg bagageruimte over. Vroeger had je nog wel eens dat rijden op gas anders aanvoelde dan rijden op benzine. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Met die moderne gasinstallaties is er geen verschil meer. Wat wel is gebleven is dat het verbruik op gas zo'n 15% hoger kan liggen dan rijden op benzine. Nou, het is er wel duidelijk dat het heel erg interessant is om een B-Fuel auto te kopen. Maar pas wel even op, want je gaat niet gelijk bij elke auto geld verdienen. Bij deze Mazda 2 is dat wel het geval, omdat die belastingvrij is. Ja, en deze Corsa die wordt pas financieel interessant als ze heel veel kilometers per jaar rijdt. Er komen trouwens steeds meer auto's die af fabriek met een gastank worden geleverd. Dus goed zoeken en rekenen.